Bewegen is goed voor iedereen. Als je ouder wordt, dan wordt het wat moeilijker. Je krijgt last van een zere knie of je krijgt last van je rug of misschien wel een chronische aandoening. En dan is het belangrijk dat we blijven bewegen, eventueel met behulp van fysiotherapie. Wij als fysiotherapeuten van Samen zijn de specialisten ouderenzorg. Wij komen vaak bij mensen na een herseninfarct of naar een beroerte. Mensen met MS, mensen na een amputatie kunnen bij ons terecht. De ziekte van Parkinson, zowel voor groepstherapie met lotgenoten als individuele therapie. Maar ook valpreventie of astma, COPD of artrose, slijtage van de gewrichten waardoor het bewegen wat moeilijker wordt. Daar kunnen wij allemaal bij helpen. Hoe ziet zo'n therapie eruit? Afhankelijk van uw klacht of u mobiel bent en eventueel naar een van onze behandellocaties kunt komen. Wat onze voorkeur heeft, omdat we daar het meeste materiaal hebben. Maar mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunnen we bij u thuis komen. We beginnen met een intake en we gaan op zoek naar de hulpvraag. Waar loopt u tegenaan? Waar wilt u verbetering in hebben? En dan stellen we samen met u een behandelplan op. Aan de hand van dat behandelplan stellen we doelen op en gaan we evalueren regelmatig. Voor de valpreventie vinden we het ook vaak nog wel fijn om bij u thuis te oefenen. Omdat de meeste ongelukken thuis gebeuren, vinden we het heel prettig om in de eigen omgeving te oefenen. Bijvoorbeeld transfers of een trap of we kijken naar andere risicovolle situaties. En dat doen we ook heel erg samen met onze collega's van de ergotherapie. De thuiszorg kan eventueel ook aangeven dat u therapie nodig heeft, omdat zij merken dat de mobiliteit afneemt of dat u meer pijn krijgt. En zo kunnen wij ingeschakeld worden. De fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van uw pakket krijgt u een aantal behandelingen of een volledig pakket vergoed. U hoeft niet een verwijzing te hebben van de huisarts. U kunt rechtstreeks bij ons terecht, tenzij er een chronische indicatie is. Wilt u meer informatie over de fysiotherapie van Samen? Neem dan contact op met het bemiddelingsbureau Zorg en Wonen of kijk op onze website.